Vorige week hadden we Jari hier zitten. Die noemde jou een beest. Toen dachten we van, nou ja, dan zullen we jou hier maar deze week ontvangen. Maar jij bent dus een beest. Ja, dat kun je wel zien, denk ik. Hè? Ja? Ja, nee, ik denk dat het wel meevalt. Ik word hem vaak genoemd als de grote vriendelijke reus. Ik zie er misschien een beetje angstaanjagend uit soms, maar diep van binnen ben ik gewoon een lieve jongen. Dus, je bent keeper, hè? Ik ben keeper, ja. Dus het is wel handig om dan een beest te zijn. Dat je wat groter bent en ja, hoe groter je bent, hoe kleiner je doel maakt eigenlijk. Dus hoe groter de kans dat je een bal tegenhoudt. Hoe ben je keeper geworden? Hoe ben ik keeper geworden? Ik ben heel jong al begonnen met keepen. Ik ben eigenlijk wel begonnen als veldvoetballer. En dat heb ik ook altijd heel leuk gevonden. Alleen op een gegeven moment kwam ik bij mijn broer in het team. En daar was mijn vader trainer van. En eigenlijk was mijn broer keeper. En op een gegeven moment, het ging niet zo goed. En zeiden ze van, hey Matthijs, wil jij onze tweede helft niet keepen? En ik pakte echt elke bal. Dus toen zeiden ze van, nou, vanaf nu word jij keeper. Toen heb ik dat jaar erop nog een beetje af en toe veldspeler en af en toe keeper gedaan. Dat jaar erop vroegen ze mij voor de F1 toen nog. Of ik daar niet het hele jaar wilde komen keepen. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd keeper geweest. Dus je was nog jong ook dan? Ja, ik was denk ik 6 of 7 of zo. En toen heb ik tot mijn 15 eigenlijk heb ik gekeept bij de amateurs. En vanaf mijn 15 ben ik dan bij Willem II in de jeugd eerst nog ingestroomd. Maar het is niet zo dat je niet kon voetballen, dat je dacht van nou, daar ga ik maar keepen anders. Nee. Vaak wordt natuurlijk gezegd van ja, keepers die worden alleen keeper omdat ze niet kunnen voetballen. Maar dat is bij mij denk ik niet het geval. Je komt uit Tiel, las ik. Is het leuk om te wonen daar of niet? Leuk dorp of is het een stad? Het is een stad. Het is een stad. Dus zeg niet dat het een dorp is alsjeblieft, want we hebben twee stations ook. Okay. Een station, bioscoop, alles. Dus Tiel is echt een prima stad. Nee, weet je, het is niet zo dat ik daar graag wil wonen als ik zelf een huis mag kopen of zo. Dat, waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik heb het een beetje wel gezien in de tijd dat ik daar gewoond heb. Dus als ik zelf mag kiezen, zou ik altijd voor een andere stad gaan. Bijvoorbeeld voor Tilburg of Utrecht of zo'n soort stad. Ik zou niet zo snel in Tiel terechtkomen, denk ik. Ik heb vanaf mijn 18e eigenlijk op mezelf gewoond. Uh-huh. En ik ben toen... Ik heb 3 jaar in Tilburg gewoond en vorig jaar ben ik dan verhuurd aan MVV Maastricht en dat was gewoon niet te bereizen. Dus toen ben ik in Maastricht gaan wonen voor een jaartje. En omdat ik nu in mijn laatste contractjaar zit bij Willem II nog niet precies weet wat er volgend jaar gaat gebeuren, heb ik ervoor gekozen om dit jaar bij mijn ouders te gaan wonen, weer in Tiel. Kijk, bij mij, ik ben nu 22, mijn vrienden studeren allemaal en die zijn gewoon druk bezig met hun studie. Dus die zitten op de universiteit, die hebben ook hun dingen die ze moeten doen. Of die werken er nog naast, die hebben ook gewoon een druk bestaan. Dus je ziet je vrienden gewoon niet heel vaak en dat moet je maar gewoon accepteren, denk ik. Studeer je zelf ook of niet? Ja, ik studeer zelf nog. Ik studeer rechten. Rechten? Ja, aan de Open Universiteit. Dus daar ben ik vorig jaar in februari mee begonnen. Pittig, heel pittig, ja. En FIFA doe je ook wel eens, heb ik gehoord. Ja, dat doe ik ook wel eens, ja. Ben je er goed in? Ik kan het wel redelijk, maar er zijn altijd betere op de wereld, ja. Zie je, dat vraag ik me af. Is het nou kick om daar je eigen naam te zien staan? Want dat is natuurlijk, dat is apart. Het is wel heel leuk, want ik heb ook een jonge broertje en een jonge zusje. En vooral mijn jongere broertje, die vindt het echt helemaal geweldig. En natuurlijk zijn vriendjes en zo allemaal ook van, oh ja, en hij zit gewoon in FIFA, zijn broer, en dat is vet. En mijn moeder is ook, net als mijn vader, die is werkzaam op school. Ze zijn allebei werkzaam op school? Ja, we geven allebei Duits. Oké, allebei Duits? Ja. We kunnen in Duits verder gaan. Nee, dat is niet zo goed pas. Laten we dat niet doen. Nee. Maar die leerlingen zeggen ook wel eens van, hey, mevrouw Brandenrust, ik heb uw zoon op FIFA heb ik gekocht. En dan, die staan bij Barcelona in de basis. Ja, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel leuk om te horen. En je speelt ook wel FIFA tegen andere Willem II spelers of niet? Ja, ik speel af en toe een potje tegen Jari, ja. Oké, Jari Schuurman, hè, denk ik, hè? Jari Schuurman, klopt, ja. Is vriend van je, dus? Dat is een goede vriend van mij, ja. Daar ga je het meest mee om ook op de... Ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, want wij kennen elkaar pas denk ik 3 of 4 maanden of zo. Maar het lijkt echt alsof we elkaar ons hele leven al kennen. Dat is echt iets heel bijzonders. En wie is er beter in FIFA? Hij is wel iets beter. Durf ik gewoon voor de camera te zeggen, ja, dat is geen probleem. Ja, hij is gewoon net iets beter. En, waar ligt het aan? Ik denk dat hij het vaker speelt. Kijk, ik studeer natuurlijk af en toe ook en dan heb je niet zoveel tijd om FIFA te spelen. Zijn er dingen die waar je overeenkomsten in ziet die je toe kan passen tussen leren en werk? Want dat is het eigenlijk. Nee, dat niet zozeer. Wat ik wel altijd gebruikt heb, ik heb vroeger veel geschaakt. Geschaakt? Ja, geschaakt tegen, tegen mijn vader vooral. En daardoor leerde je eigenlijk stappen vooruit te denken. Dus als keeper ben je ook...
vaak bezig om juist een aanval te verstoren door je medespelers te coachen. Dus jij, de theorie die jij achter schaken zit, die pas jij toe in het voetbal? Ja, eigenlijk wel. Hoe pas je dat concreet toe in het veld? Want jij zegt vooruitdenken, is dat een bal vangen en dan zien waar iemand klaar staat en meteen die bal gooien? Of? Dat kan bijvoorbeeld als je aanvallend denkt, maar vooral verdedigend denken denk ik. In het schaken moet je natuurlijk je koning moet je beschermen. En in het voetbal is dat je doel. Je moet je doel beschermen. En dat kan door een redding. Maar het liefste doe je dat natuurlijk door een aanval al vroegtijdig te blokken. Door bijvoorbeeld een verdediger een stapje naar links te laten zetten, waardoor hij een bal kan onderscheppen. Te coachen dat hij zijn spits moet pakken, waardoor hij de bal kan onderscheppen. Dat soort dingen. Dus eigenlijk ben je de koning van het doel. Zo eigenlijk ben ik de koning van het doel, ja. En nou, vanavond, wat ga je eten? Weet je dan? Ik ga denk ik bij Jari eten vanavond. Kan die koken? Jari kan nog niet zo goed koken, die kijkt vaak bij mij af. De laatste, laten we zeggen, 6 weken heeft hij flink kunnen afkijken bij mij. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij vanavond gaat koken voor mij. Jari die wilde dat jij hier kwam te zitten. Wie wil jij? Dan gaan we dat regelen, dat hij hier komt zitten. Dan gaan we dat proberen te regelen. Wie van de selectie? Op jouw stoel komen te zitten. Wie op mijn... ik denk... Wie wil jij, het leven weten? Mijn oude teamgenoot en die nou weer mijn teamgenoot is Jordi Kroeks, denk ik. Oké, dan gaan we die proberen hier neer te zetten. Oké. Fijn dat je was, man. Top. Dankjewel.